Hallo kijkers, vandaag de derde kookvideo. We gaan vandaag een hartige taart maken. Hier staat van alles klaar zoals jullie zien. We hebben straks bij de taart wat extra groenten en wat chippies voor het lekker te maken. We hebben het vlees, de champignons, paprika, tomaat, ui, courgette, broccoli, boter hebben we nodig, geraspte kaas, een bakproduct, melk, eieren. Nou ja, we hebben natuurlijk springvormen nodig, want ik ga er twee maken. En twee woks voor de sauzen in te maken. Dus ik ga even een beetje plaats maken, want dan gaan we beginnen met de bodem. Ik ga twee keer de bodem maken. Want ik heb natuurlijk twee springvormen en twee taarten. En omdat ik het nog nooit gedaan heb, doe ik het niet in één keer, maar in twee keer. Op het pakje boter staat precies aangegeven wat 50 gram boter is. Die gaat in de kom. De bodemmix. En 50 milliliter water. Ik denk dat ik Tuur dadelijk maar even ga halen voor wat te assisteren bij het snijwerk. Want er moet nogal wat in die taarten. Dit wordt dus de bodem voor één taart. En als dat gaat lukken, doen we er nog één. De baldeeg lijkt klaar. Ik heb er wat meer water bij gedaan dan erin staat, want het werd geen bal. En die moet in 10 minuten moet hij afgedekt onder plastic. Moet hij even staan op kamertemperatuur. Mooie bal. 10 minuten maak ik meteen nog een tweede bodem. En ook de tweede baldeeg, die kan onder de plastic. We kunnen de oven al aanzetten op 200 graden. Springvorm even invetten, dat de taart niet helemaal aanpakt. Dan heb je toch wat gezonds voor het weekend in huis, met wat groenten in. Ik krijg straks wat gasten, dus dan heb je snel iets op tafel. Dus nu wel even werk, maar straks hoef je dan eigenlijk ook niks te doen. Voor de tijd dat ik Tuur ga halen voor het snijwerk. Ik ga één taart maken met hamblokjes, champignons. Broccoli, denk ik. Dus dit zijn de ingrediënten voor één taart. Hallo Tuur, kom je mee helpen met snijden? Ja. Vind je leuk, hè? Ja. Nou, doe maar gewoon in hele kleine plakjes. Ik ga ondertussen de eerste vulling al voorbereiden in de pan. Die doen we dadelijk wel in de volgende taart.
champignons erbij. Niet zo hoog, want we gaan het eroverheen. Confituur. Voor de cavia's. Misschien willen die ook een stuk taart. Een stuk broccoli. En een stuk taart. Go. Naar boven. Dat is dan genoeg vulling voor de eerste taart. Om de minuut even een keer doorroeren dat de bodem niet aanbakt. De deeg is klaar. We kunnen de eerste taartbodem, als het goed is, in de springvorm gaan leggen. Even wat bloem om het droger te maken. Even meten. Nog iets meer uitgerold. Je gaat proberen dit in de ovenvorm te leggen. Lijkt te gaan lukken. Eén gat en dat probeer ik even te vullen. Die lijkt me prima voor de bodem. Doen we meteen die andere, we zijn er toch bezig. Zo. De tweede springvorm is bekleed. Dan schenk ik dit even hier doorheen. Laten we die even uitlekken. Doen we toch eerst even het snijden aan de natuur. Wil je nog helpen? Ja. Begin maar weer met de champignons. Oké. Dan pak ik ondertussen de kip voor de tweede vulling. Zodat mijn kipreepjes in. En zo krijg je gasten. En dan hebben we tenminste verschillende smaakjes. Dan mag je weer gaan roeren. Ja? Ik heb trouwens nog niet gezegd wanneer de tweede taart voor vulling komt. Er komt dus kipfilet in, een beetje champignons, paprika, courgette en tomaten. Van taart 1. Kijk, die gaan we mooi verdelen. Dat de broccoli ook een beetje mooi verdeeld is. Ja. Ziet er inderdaad uit als een warme maaltijd, hè? Ja. Laten we van die ook even het vocht weglopen. De vulling van de tweede taart.
ziet er inderdaad heel anders uit, natuurlijk. Ja. Goed. Dan gaan we even kijken hoe we de saus moeten maken die eroverheen moet. En dan de kaas eroverheen. En dan zou die klaar moeten zijn. Maar ik bedoel klaar om in de oven te gaan. Is 300? Eetje over de 300. Precies goed. Goed, dan gaan we 6 eieren hebben we nodig. Die is goed. En 2, 3, 4, 5. Hoeveel moesten we er hebben? 6. En de beslagmix. Ja. Weer erbij. We hebben 800 milliliter. Hoeveel hebben we dan per taart? 400. Goed zo. Ik heb nu ook een beetje. Ik denk nu wel. Waarom ook alweer? Omdat je anders veel te veel doet. Ja, dan valt de halve zacht eruit. Ja. Dit is geraspte kaas. Tada! Ze zijn klaar om in de oven te gaan. Yay! En hoe lang? Even checken. Tussen de 30 en 40 minuten. Ja. We zullen zien. Ik zal het wel doen. Zo. Klaar. Hebben de kasten dadelijk komen, kunnen wij gaan opruimen. Wat we er dadelijk nog bij gaan doen, als we het gaan serveren, dat is wat rauwkost en wat dippy. En wat lekkere tortilla's om... Even lekker te smikken. Wow. Dus gezond en lekker gecombineerd. En dit is wat we nodig hebben voor het bijgerecht. De tussenstand. Ze zijn klaar. Wel lekker uit. De broccoli taart. En dat is 2. Het eten is klaar, Natuur. Dus? Ik wil smakelijk. Wil je meer van dit soort video's zien? Laat het even weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Doei.